Uit dan het hofje van Nieuwkoop. We zijn hier een hele tijd later, bijna een eeuw later, want dit is uit 1756. En Angenis Hooft was een vrouw die heel verstandig was, want die zei, ik wil een hofje stichten per testament, maar ik heb niet genoeg geld, dus zet het nou maar eens 20 jaar weg en dan zul je zien, dan kun je een hofje maken voor 16 alleenstaande dames van gereformeerde religie, dus hervormd. En daar staat dan ook bij van onbesproken gedrag. Je kan dat er één familielid in ieder geval heel vervelend zou worden. Dat was een nichtje van de, want die betwiste haar al haar erfenis. Dus ze had al het goed gericht en die regenten waren goed geïnstrueerd en die hebben dat netjes ook afgewerkt. En ik heb daarom op de tentoonstelling neergelegd ook haar testament. En met name ligt het open op het lijstje van haar juwelen, die allemaal getaxeerd ook zijn. Want iedereen dus ook precies wist voor hoeveel zij eigenlijk in huis had. Zij dacht ook, die regenten die hier het moeten besturen, die zullen misschien ook wel ruzie krijgen. Dus we maken twee regentenkamers, eentje aan die kant en eentje aan die kant. Alleen die aan die kant is nog over. En dat was voor de Amsterdamse familie, die zat hier, de Haagse familie zat daar. En ze bouwden het lieten natuurlijk ook een huisje bij maken voor de beheerder. Die woont dus hier de beheerder. En daar in zijn huis zit dan de regentenkamer. Hier zie je bij de laatste restauratie geen blauw geverfd. Was oorspronkelijk nota bene van het molen groen. Maar ze hebben er een binnenhuisarchitect bij gehad en die heeft het geel met blauw geverfd. En zo in. En dat is natuurlijk een echte Eldorado. Nou, nu is die zonnewijzer, die wordt ook weer gerestaureerd, want die is er nogal slecht aan toe, zijn jullie hier en dat zijn we nog iets verkeerd. Het is helaas zo dat het te groot is, want er zit een kuifstuk boven. Dat kan natuurlijk niet in, want dat was te groot, maar het wordt hebben ze dus nog. Nee, het ziet er ook leuk uit als je daar doorloopt. Ja, ja, je moet hem echt wel sfeer. Ja. Ziet u, dus hier, dit is wat je noemt echt de groentetuin geweest. Er zijn nog wat fruitbomen. Maar u ziet hoe prachtig dit is en hoe lekker beschut eigenlijk ook. Ja, ja, met een kastje en zo. Het is erg leuk gedaan. Goed, nou gaan we dus af hier. Al een beetje de tijd in de gaten. We moeten nog een hele. Het is een mooie mens. Zo, dames en heren, hier zijn we in een prachtige regentenkamer. Dus die zit als het ware in het huis. En u ziet hier ook zo'n mooi schouwstuk. Straks bij het hofje van Wouw zien we ook weer iets dergs. Maar dat is dus weer een ent ouder dan dit hof. En die prachtige raampartij ook. En ik zal u zo meteen van buiten wijzen waar u dan in bent geweest. Dan kunt u het ook herkennen. Wij komen dan bijna nooit in, goed in voor. Nee, geen hofje. Zitten we goed gesteld. Maakt niet uit, de verrassing des te groter. Ja. Kijk, toen zie ik gaan, toch verstopt. Nee? Oh, ja. Ja, nu zit je erin, de Duitsland. En we was weer. Mooi opgelost. Bij Job Hof, hè? Ja. Ja, toch niet. Waarom dat wel. Als het niet broodbaar is, dan zak ik in elkaar. Ja. Hot dog, that drives me wild. Well, I got a woman.